twee random streams geweest, 70 en welkom bij deze stream. Oh fuck, ik kwam met zelf. Uik, boys and girls. Dat was niet. Sorry jongen, ik kon het even niet laten, ik gaf me gewoon de kant. TMP. Let's go. Ik ga... Er zijn veel lampjes. Ik ga mee unmuten. En dan komt dat hier. Hoop ik goed. Eerst wil ik nog even opzetten, want ik ken dat hier boel. Wow, ik ga mee unmuten en dan kunnen zij mij ook terug horen. Dus gaan we ze dicht aan het leggen. Hey Crazy. Met plezier hè. Ja. En jij ook eens, Falken. Hey kindjes! We gaan nu vierkant uw huid leggen. Ja. Nee, weer of weer eigenlijk. Ik heb wel een andere route. Ja, kalm, kalm. Route. Ja, ik heb wel een beslissing gemaakt. Typisch. En jij kunt hier nog altijd slash fix doen. Ik ga mijn refrigerator nu ophalen. Ja, we gaan sinaasappels vervoeren. Ai na. Naar München! Ai na, man. Dat is een route die ik morgen ook ga moeten doen. Ja, oké, okay, heeft chance. Maar dan moeten we eigenlijk wel niet van hier vertrekken, hè? Jawel, want ik vertrek van hier. Ja, ja. Maar niet voor de sinaasappels! We moeten van Spanje naar hier rijden. Ja, oké, okay, maar wat heb je dan nog dat nee, je dat moet doen? Maakt niet uit, laat maar staan, je moet dat niet veranderen. Ik moet hier. Ik heb van Transinet Brussel naar Eurogoedies in München, Duitsland. Die is zo wel je halen. Lekker maat. En nou hier normaal hoeveel gaat flikker dat hier is. Ik merk dat zelfs aan mijn beeld van een stream, hè? Van de software. Zie je zo dat die VU'tjes niet te goed. We willen meegaan, hè? Door die zo hier, hè? Krijgt jij eigenlijk al iets van data binnen op mijn trucsboek, of niet?
Nu, op het moment dat jij, als komt dat jij nu online zit en aan het rijden zit, krijgen we data binnen. En als je wilt, kan Crazy. Ik niet als het werkt, hè? Ik moet die kijken, dan moet Crazy dan bekijken, want zij heeft normaal. Jij zit normaal premium, hè? Goed kijken als je van ziet rijden. Ja, ik zal eens kijken. Die dan het schone trailer, een Trisat of Firestar. Die Farouk nieuw... Mohammed. Oké, ook een leuke naam. Ja jong, die mens kan er zelf niet aan doen, hè. Die staan dan niet zelf gekozen. Hè. Klopt, maar. Mjonk. Oh, ik zie mijn trailer rampen. Die nest er wel. Ik heb mijn Volvo zeker. Al. Deed. En heb je vroeger ook Scania fan? Nope, nooit niet geweest. Nee? Altijd opgekregen, jongen, altijd. Allee. Jij hebt die job al aangenomen gehad. Ik kan nu generate job offer doen, ja. Copy current. Wat is dat? Generate job copy. Dan moet je zien voor die aantangen. Jimbo en links, rechts, links. Links. Het zegt wel dat je in spel zit, maar niet op de client. Dus niet echt. Ik heb hem aanstaan, hè? Ja, maar kan zijn. Ik geef dat ook maar. Kan zijn dat zelfs. Die eerste rit dat. Ja, dan gaat die in eerste rit dingen zetten. Meestal uit is dat. Waar is je? Toma, je doet mijn auto. Oh, het is niet vullen. Ik had de andere kant moeten opgaan. Waar moesten we zijn? Tanzina, hè? Hier gezegd. Kabel is wel hier. Nee, niet meer. Nou ja, laat mij maar. Dan. Elke keer, hè, jongens. Zijn we met mijn zevens te vertrekken? Ik heb gewoon geen kussie om tot een keer te schakelen, nee, dat is dat gewoon niet. Ah nee, dat is gewoon een duif uit. Het is echt zo aan het gaan. Heb je nog een tijd voor het f***en, nee? Nee, ja. München is, dat is zoals gezegd, München is, kan ik wel toekomen, sorry. Maatje! Fucking beacon uit, jongen. Het zal niet zijn dat je hebt geladen bent. Nee, wacht. Ik heb hier direct mijn dingen staan, zeker. Dat kan. Want ik zie dat hier nergens staan. Dan moet je eens rond kijken. Schrijf ik je vlakje ziet staan, hè? Nee, ik zie nergens vlakjes staan. Welke is dat tussen dingen? Dat val ik wel door de keer. Ah, wacht. Ik denk dat ik tech drop immediately niet heb aangeduid. Deze man! Ah ja, take drop immediately, sta niet aan. Nu wel. Kijk hem op. Ik moet voor mijn neus in parkeren. Hier zijn we hebben nog één in die live chat. Moet jij dat dan ook terug opnieuw aanduiden? Hoe bedoel je? Ja, ik kan hier. Ja, ik kan alles aanduiden, hè. En moet ik gewoon kijken. Copies, player, trailer. Ik klik nu, ik moet nu zorgen dat ik uw current trailer gewoon aanduid in de plaats. Waarom verandert die dat? Ja, ik had eigenlijk geen trailer moeten doen in de plaats. Ik ben heel scherp even aan het draaien, want dat is stuk. Jij hebt gewoon villa genomen. Nee, sinaasappels. Copy current job. Ja, wat doe ik? Atlantic God Villa. Huh? Dit moment, hè?
Mijn Amerika euro goodies. Ja. Probeer nu eens. Ah! Ik moet alleen mijn veranderen dat ik mijn trailer heb. Oranjes. Wow. Dat is scheer van die perk, joh. Typisch. Tegen nee, ik zie het dus vooral door als ik mijn zeg van dat ik mijn trailer gebruik. En waar springt die? Munchen euro goodies, hè? Mhm. We zijn hier op het trans in het vallen. Voilà. Ik wil ook zien waar je staat. Maar een kleine 792 kilometer. Oh, wow, we zijn in de tank. Mij heeft een kleine trailer. Nou, je kunt baby trailertjes hebben, hè? Ik moet nog één ding aanpassen. Daar. Weet je wel dat er wel bijna exact hetzelfde is? Uw player ID is 71. Net geen 75. Ai! Dat is ook dan de eerste keer. Die van mij is 1017. Ah jong, als ik juist een spotje pak van de dinges. Van de ene die net weg is, ja. Ja. Laat je tab altijd openstaan? Ja. Maar dan heb je toch muis altijd? Nee, ja, dan moet je rechtermuisknop, hè. Moet je dan nog eens duwen. Dan kun je wel bewegen terug, hè. Bij je camera beeld. Zijn we geladen? Ja, we zijn. Ja, wanneer staat dat volk hier eens laten buiten rijden of binnen rijden? Ah, je weet dat toch. Wat die altijd eerst doen, zeg. Hier neem ik altijd mijn tijd, jong. Het interesseert me niet hoe of wat, maar ik neem mijn tijd. Dan ben ik zeker dat ik maar nu gaan we wel moeten. Dan is het weer in de weg. Jezus. Waar zit je? Ah, daar. Ik ben net buiten. Ja, ik zit. Maar ik denk dat er één tussen ons gaat zitten. Ja, meer dan één ook. Ik wacht wel even. Hij is al in mijn reet gereden, ze. Deze man. Snijd mij af, ja. Rustig blijven, jongen. Oh, ja, gaat maar. Ik heb direct gedaan wat de mensen bij mij doen. Oh, waarom? Ik ben niet er weer uit. Kieper gewoon. Ik ben nu pas de mogelijkheid tot buiten rijden aan het krijgen. Geen zin op die zijn naar. Bocht heeft gemist. Mocht hier op de pechstrook staan? Ja.
Hier zei hij stuurt karma in chat, what the fuck? Deze mensen hebben ook niks door. Staan er voor het licht? In de bocht zie dat we geen klaar gedaan. Wow, jong. Oh, dat zit hier weer. Dag! Ja, die ene auto staat daar te blokken. Ja, die is gewoon van de baan gaan, man. Ik heb elke auto die aan de baan zit, gewoon aan de kant rammen. En waardoor van die mensen die dat doen, als we in de weg staan, hebben wij als pilotcars heel veel problemen. Ik ga direct langs passeren. Oprit gedaan? Ik doe soms ook. Ja, als je de map nog niet hebt. daarom, en soms is het wel leuk om te zien wie de eerste gaat zijn die de trouwens even snel blijft gegaan. De gewint tijd omlaag en die verliest jij eigenlijk bij terug om op te gaan. Dus je wil hem zelfs niet vertragen. En we zijn ermee weg. Oh ja! Pannenkoek. Ja, we zien ook heel. Ik denk Jim ook kort. Nee. Ah nee. Kan niet. Mijn voice werkt niet meer. Ik ga wel ergens lang op geven. Dat ik niet heel dicht bij aan het hebben ben. Ja. Ik heb al met mijn. Oh, dat plopkoek. Remmen! Ja, ik zat heel in. En ja. Oh jong! Alsof vliegen dat ik deed bij u. Oh ja. Maar ja, welke knopje zou kunnen weg? F7. Naar de werkplaats slepen. Welke? Waar? Ik weet niet, waarschijnlijk Brussel terug bedden. Dat kan. Zijn we echt vaag? Ze waren hier alles aan het blokken. Ja, sorry, ik kon echt niet anders. Maar mij niet uit. Mijn rem. Ja, maar mij was... ging ook volop zijn rem. Die was ook weer mee ingeduwd, zeg. Allee, het is daar niet van. Maar jij zou waarschijnlijk in Brussel zitten dan. Allee, een leuk begin. Ik snap waarom dat Crazy Days niet wil spelen. Het is daar niet van, maar het is niet op deze. Ze kijk af en toe. Ja, ik heb vol nood in u gezeten, zeg. Ik word toch lief te mogen zeggen. Ik moet terug, wacht hè. Ik heb 3% goederenschade. Ja, dat was het denken. En het regent ineens. Nog niet bij mij. Nou, ik heb er nu headlights om, die staan toch aan. Maar omdat mijn grote licht in je aan stonden. Je moet twee keer je gewoon licht aandoen, hè. Ja, ik... Standaard staan die aan. TMP zorg ik dat die altijd aan blijven. Maakt niet uit. Wat is dat typisch? De Bobs. Allee, kom, gasten, de Bobs. Ik wil door oranje... Oh, fuck! Ja, die gaat het zien, sorry.
Ik was juist te laat door Oranje. Deze man. En die voor mij is weer aan het blokken. Hoepie. Nou, en nu is het rood. Ja, typisch. Deze man heeft ook en nu is de rechterbaan vrij. Hopla, vlieg anders door, rood. Wat auto? Er is een zonder trailer en de ene met dingen ook. Daarvan. Allee. Nee, mijn autoke. Ja. Dat is zwaailichten. Ja, een pilotscar. Ja, en er vliegt mij hier nog een voorbij. Een doggy woggy. Dat zijn die kindjes weer, hè, die daarop zitten. Ah, oh, dat kijk. Crazy. Hopla, en in plaats van naar rechts te gaan, snijdt hij ineens links over de volle witte lijn. Crazy, op het moment dat je meekijkt, klip gewoon constant, hè. Als je zo dingen ziet. Je weet dat je zoveel ja, water. We gaan mensen moet laten bennen, hè. Nu dat standaard. Mijn laatste ben was niet verdiend, maar deze keer ga ik ervoor zorgen dat mensen geband worden. Ik doe dat standaard. Dus dan moet je eens blij zijn dat er nu eigenlijk geen live staat. Wat founder, gewoon. Bij mij staat er wel Twitch live, dus ik snap niet waarom dat ze mij voorbij vlammen. Wij interesseren die niet. De 90% van de mensen kijkt er niet. Ah ja, juist, de nieuwe Hunger Games is uitgekomen gisteren. Deze man, van de hoeveelheid op. Ja, ik hoor het net op de radio. Je radio opstaan. Deze man, jij mocht geen radio meer opzetten. Jawel, mag ik nog wel een lawaai opzetten. Ja, nu. Maar geen radio. Maar ik zet geen radio, radio op, jawel. Als ik toestemming heb. Ha! Ja. Maar ik kan eigenlijk fatsoenlijk als gewoon. Als jij gewoon krijgen. Muziek opzet en je mocht gaan opzetten wat je wilt, inderdaad, hè. Maar je stream wordt achteraf gewoon gemute. Ik weet dat, dus dat heel stil staat. Zelf uw clips? Nee. Zelf heel stil. Ik heb het al voor gehad. Ik weet dat ik het ook alles gehad bij mijn streams. Daarom dat ik nu mijn leuke non-copyright sound playlist heb gemaakt. Met echt goede bangers op. Ah, ik kan hier direct, als ik op een kamp duw heb, ik kan maar copyright free music spelen, hè. In stand, hè. Maar ik heb geen goed om erin te luisteren, dus... Kijk, daar snij mij anders af, nee? Standaard. Die zit op uiterst rechts en ineens komt hij naar uiterst links. Ik ben rapper als hem aan het rennen en die jongen snijdt me af, ik passeer hem nu. Ja, zeker. Ja, maar gewoon door. Je moet je toch vertragen naar 40. Ja, ik weet het. Ik ben nog te op aan het rijden. Die doggy woggy snijdt die Mercedes terug af, ze. Ah, een slechte chauffeur. Heb jij een kans op regen op laag staan? Ja. Ik heb die op gemiddeld staan. Oh nee. Ik vind dat leuker, dan moet ik zo al mijn knopjes gebruiken. En nu begint hij ineens gas te geven in die mond. Ik haat zo mensen. Die kunnen niet rijden. Ah ja, zwinkelt maar van links naar rechts. Doe maar, mijn euro. En nu is hij terug aan het vertragen. Zo is wel eens uit de bocht gevlogen net, want hij staat stil bij mij. Zo wel weet ik niet wat dat doet. Dus
geloof vaak turbotrans, dat zie ik als je zo peert. Nee, dan kijk. Dan moet je nog altijd. Was dat in een Doki Woki dat je voorbij zou komen? Ben die al voorbij? Dus dat is zelfs aan mij. Normaal plaats geluk vindt, maar geen risico's pakken, jongens. Het is al erg geluk dat je allemaal de fucking deed. Die zijn doorgepeerd. Dat stuk. Ja, want daar waar je nu zit is het 17. Ja, maar ik ben er zo bij. Ik kan je nu direct de afslag pakken. Dus dat wat zien. Ik ben juist op de afslag. Haalbaar. Schandalig snel, die bochten. Sommige bochten, dat klopt van je. Ik was aan 70 per uur al uit de bocht aan het vliegen met mijn truck. Ja, maar ik had mijn stuurknecht opgelost. Echt wel. Doei, Stas. Begin maar te pompen. Ik hoop eigenlijk dat ik morgen mag rijden voor mijn broer. Als we naar mijn ma gaan. Ah ja. We slapen eerst een nacht bij mijn ma. Omdat dat dan al 300 kilometer wint. Ja. Dus je hebt nee, want die heb je al gereden. De terug. Ja, ik heb vandaag alleen gereden met zijn auto. Ik ben hem, heb ik u gezegd waarom dat auto bij mij stond? Nee, dat ik weet, maar je pa had gegaan of zoiets daar gehad. Ja, mijn pa is. Normaal zie je een kick daarmee terugkomen en ging mijn pa dan met de Renault terugkomen. Maar ik kwam gisteren absoluut al op tijd naar huis, want ik had training van PBS. Dus we hebben dat dan geregeld dat mijn pa dan naar daar is gegaan. Want mijn broer wou niet betalen tot 9 uur voor bij ons in straat te staan. Dus er moest iemand dan om 9:15 eigenlijk vertrekken bij hem. Ja. Want ja, dat is maar 1:20 tot Unimoven. En dus, mijn pa is dan naar daar gegaan. Nadat ik was al hier en hij is dan vertrokken naar huis. En naar mijn broer. Ja. Dus daarom dat hij met de auto naar hier is gekomen. Maar mijn broer heeft dus een paar jaar geleden op zijn A3 een abonnement aangegaan met de verzekering voor zo'n tracker te pakken. Dat hem kan zien waar dat zijn auto is. Als hem gepikt wordt of als hem niet meer weet staan en zodat hem die kan terugvinden. Ja. En dat zat nu nog op zijn Q2 en met dat hij volgende week vrijdag zijn nieuwe auto mag gaan halen, want dat staat nu al op papier. Dan wordt de verzekering overgezet en alles. Dan mag hij direct wegrijden. Moest die trekker eraf gehaald worden om die op de nieuwe te kunnen steken. Ja. En dan. Dat is zo'n kutbedrijf die dat enkel zo op bepaalde plekken in België doet. En vandaag waren ze in Brussel. Hmm. Dus daarom dat de auto hier was en dat ik daar naartoe ben moeten gaan. Ik heb 1.5 uur in die auto gezeten, Netflix kijken. Wachten totdat die guy kwam opdagen, die technieker. Voor gewoon zo'n blokje eruit te halen. Voor zo'n blokje los te maken. Want we wilden het eerst zelf proberen, maar we vonden niet waar of hoe. Ja, ja. Het is niet veel, dat getoond, mijn broer zei zo van, oh my god, dat is letterlijk nog geen centimeter naast waar ik gezocht heb. Ja, dat is... Maar het is ook niet groot, hè, eigenlijk, hè, dat ding, hè? Nee. Hij knipt dat eerste kabeltje door, de plus. En mijn broer zegt dan tegen mij, want ik had de mandelijn. Ah, ik heb een brief gehad. Voltageprobleem gedetecteerd op uw wagen. Ah ja, dat is op de OBD aangekoppeld. Ja, dat hangt allemaal samen. Ik weet niet of je weet wat dat is. Dat hangt allemaal samen. Hoe
Ik zit mooi in mijn lijn. Ja, ja, ik moet iets over de lijn in de bochten, want anders vlieg ik uit de bocht met die regen. Ja, ik heb geen regen, dus. Of toch, ja, ik schoon rechts? Het zo licht is. Ja, ik weet het. Links. Ah, ik ben pink. Ja, 20 ton. En dan ben ik dan van Brussel doorgereden naar mijn broer zijn appartement in Nilo. Ik heb daar iets gekapt. Maar ik heb wel een stuk autostraden en alles moeten doen. Dus. Ah ja, nee. Dus ja, ik heb toch wel een paar kilometers gereden vandaag met zijn auto. Maar ik heb in het verleden ook al gereden. Allee, ja, we zijn, wanneer was het? Zaterdag of zo? Naar zee, nee, zondag naar de zee gegaan. We komen in Drongen aan en mijn broer zo direct van, ik voel mij misselijk, red jij verder. Die jongen heeft gewoon geslapen naast mij. Terwijl hij dat normaal gezien niet doet. Waarschijnlijk, ja. Als er iemand anders met zijn auto rijdt. Waarschijnlijk wat te ziek. Dan wat te wij slapen, zo waarschijnlijk. Nee. Mijn broer heeft heel veel aandoeningen. Maagproblemen en zo. De enige optie dat hij heeft om daar iets aan te kunnen doen, is een maagoperatie ook te ondergaan. Maar ik zal het anders zeggen. Mijn broer is een veertje en letterlijk de dikte van uw pink. Ja. Dat is een stokske, als je het zo moet zeggen. Ja. Wetende dat hij van de diëtist verplicht is minstens 2 liter cola per dag te drinken. Oh, sorry. Dus, al ja. En dat helpt zelf niet. Die jongen verdikt maar niet. Die heeft hij een week lang, 's ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts, fritten gebakken hier thuis. Die jongen is 300 gram kwijtgeraakt op het einde van de week. Is dat hier rechts? Rechts. Ja. Oké. Okay. Ik zei het eerst niet meer. Ik was het dan door aan het houden. Die weinige keer dat ik het zelf heb gezien. Ja, met GPS. Afgaan. Het is hier 70. We zijn hier alle twee fout. Afgaan. Ik wist dat het is plaats. Ik krijg ze door de bocht, maar ik ben even 30 aan het rijden, want anders vlieg ik door de bocht. Ja, maar zelf hier met 30 voel ik, 40 nu voel ik mijn truck uitschuiven. Dan moet je een slang versturen. Ik zal je de slang geven die ik heb staan. Versturen. In game. Maar het heeft niks met mijn stuur te maken, het heeft met mijn camion te maken. Ja, maar ik zal de slang van in game geven. Ja. Die, dan gaat je zeggen van, hoe doe je ze erin stabiel, joh? Het staat erin stabiel. Dus ik heb die instelling van Lucas destijds genomen. Begin er wat. Oh ja, dat is een stabiele setting, zeg. Een hele goede, hè. Ja, een beetje manueel, nog een beetje tweaken, verwijgen hier en daar iets. En dan. Zo was er. Leg je Fox feedback, die True Force, denk ik, heb die af tweaken. Ik heb dan die dinges van de weg, de vibratie, ja, of je motorvibratie, die 80. Die heb ik aan het staan, hè. 70. Tol. Zeg gewoon dat tol was, hè. Links zit 2 normaal gezien. Pak de tweede. Normaal gezien als je dicht genoeg redt, dat ik het niet. Ja, maakt niet uit, dat maakt niet uit, ik ben dag. Barrière twijfelt niet, maat! Die barrière twijfelde! Die gaat omhoog, die gaat terug omlaag en terug omhoog! Van spamberichten hebben ze pech, want ze kregen ze.
Ja. Zou ze hem toch zien te maken, zie je? Verre afstand lampen aan zetten. Zo, af aan. Nee, ik zag niks. Ik denk dat mij nog niet allemaal opstaan. Dat weet ik natuurlijk. Dat weet ik niet. Je hebt een ja, angst. Jij moet niet voor je kunnen zien, je ziet mij al. Dat is erg genoeg, hè? Ja, nee, je ziet dat nu weg, hè? Ja, weet je. Je kunt mij gewoon volgen, hè? Dan moet je niet echt zo de weg zien. Hè. Nee, dat is maar waar. Ik zie echt, het is echt pikken donker. Nee, ik weet het, ik weet hoe het is voor opnemen. Nu op de pijstroep, jongen! Ja, ik zou TMP zo moeten instellen als er effectief moderator is bij een politievoertuig rijden. Dat die effectief ook flits als ze te rap zijn. En dat effectief ook zo van die geld afgaat. Ook al heb je gedisabled zo. Goed is. Ja. Dat zou het zijn. Zo. Ik vind sowieso dat bepaalde instellingen moeten afstaan als je TMP opzet. Je kunt elkaar sowieso al niet slapen in TMP. Dat geeft geen uit. Hier in Tokio. Hoe doe je dat? Omdat het meestal heel irritante plaatsen zijn waar aan te gaan om te slapen. Hier? Ja, hier nu heb je toevallig nog een slaapplaats, maar. Ik ben er echt wel. Ja, nee, maar er zijn effectief plaatsen die hier. Ik ben hier nog niet geweest. Helemaal! Waar ik ook nog niet ben geweest in Parijs. Dat was heel goed. Dat moet eruit. Als je. Zo meteen tollen. Dat is eigenlijk genoeg doen, tollen. Het is aan dat je daar tollen hebt. Ik weet het, ja, dat is onder 2 meter. Als 70. Je niet gewoon bent van gelijk TMP, nu zit je maar met de 2. Maar meestal zit je met de convoy met 10, 20 en. Meer, veel meer mensen aan het rijden, dan heb je geen tijd om te slapen hoor. Ai. Ik was te rap door aan het rijden. Zevenste verstelling is gold. Meer kan ik je niet zeggen. Ik kan dat niet. Ah, je hebt pook! Mag ik? Hopen dat als je nu voortrijdt. Eerlijkste, hè? Allee, verzet die dan niet? Ik zie nog zijn maat, eigenlijk. Ja, joh, het is anders in mijn ogen, maat! Ik zou op hem staan, hè? Jawel, dat zegt niks. Je moet niet boven de 100. Ja, ja. Ik wist niet hoe die een ander moest rijden, maar nee, ik denk dat ik gewoon ben. Ja, maar dat is het, wat er straks aan het begin. Maar dat weet ik. En je kunt mijn schade al zien. Nee, dat is pijn. Nee, ik heb 4% schade. Ah, maar ja. Nee, je hebt op uw cargo 2 uw truck. Ja, die is pijn apart op. Die pijn apart op. Maar ja, dat is bij. Ik heb mijn truck gefixt, hè. Dat is bij hem een kusje te geven in zijn gat. Strak. Waarom doe jij dat niet eens? Ik heb een heethoofdstel op dat vlak. Ik zou zelfs wel dat ik misschien heb. Ik hou dat liever bij,
die... Hé, dat is creepy. Je bent 74 en ik was echt exact op 74. Ja, ja. Ja, oh, Pieter, nu is het weer 70, of wat? Ik was net aan het optrekken tot 90. Hoe zit u in Frankrijk? Ja. Zo juist. Zo ben je juist binnen. En dan gaan we 60 buiten. Zo. Heel juist. Dan stuurt hij ons echt op een belachelijke manier. Standaard. Alleen toch voor deze game toe. Ja, maar dat hangt erop. Ook vanaf hoe je GPS staat. Ja, maar in het echt stuurt hij toch niet naar hier, hè? Oh nee. Ja, dus gewoon, je weet vanaf welke DLC's dat je hebt, bijvoorbeeld ook wel. Ik heb alleen de West-Balkan niet. Nou, dan laat het er niet aan. Alleen af hoe ze in staat zijn van zijn GPS. Ja. Als hij snelle weg heeft genomen of beste. Ik ben daar nooit aan geweest aan die instelling. Dat is dan normaal beste. Merk het! Dat is de tolwegen van de eeuw zeker. Dat is veel een kijk, dat weet ik. Ik weet alleen in het echt staat er op mijn GPS vermijd tolwegen. Imagine dat kunnen aanduiden en dan zo naar Frankrijk rijden. Dat spel hier. Je rijdt gewoon. Ja, de weilanden dan. Dan rijd je gewoon nergens. Wel, dan moet je door. Als je door Frankrijk moet, dan kunnen we beter. Kleine wegen aanduiden. Of gewoon naar Engeland en dan zo naar Spanje of wel naar Italië. Alles. Dat is dus echt, hè. Gewoon Frankrijk mede. Letten, stilier. Want het is hier maar 60, nee, maar holy shit. Oh, ik kreeg juist gewoon 69. Jij zit aan het vlammen, want je bent weggereden van mij. Ik zei toch, ik was juist mooi 69 aan het rijden. Daar staat een bord dat je snelheid niet meer hetzelfde is en toch. Mijn vader vergeet dat uit te doen. Oeps, sorry! Nu ben je eraf. Wat dat wel het enigste nadeel is aan mijn broer zijn auto. Oei, waar gaat het komen? Ik was nooit meer. Ik heb op een baan gereden waar dat je 90 mocht rijden. Dat voelde alsof dat ik 30 aan het rijden was. Ah ja. Dat is als die oude schokdempertjes te goed werken, hè? Nee. Dat is als je gewoon een Audi hebt met een hele goede comfort, dat je de buitenkant slecht hoort. Omdat dat juist ja, dat wordt geplakt. Hetzelfde als je op de autostraat 120 rijdt, geloof mij. Dat is echt alsof je maar 90 aan het rijden bent. Ik heb destijds collega van mijn pa van zijn werk. Die zei: kom, ik breng je allemaal thuis voor een keer. Hè. Ik kreeg geen probleem. What the hell? Kun je dat er nog wat anders hangen? Zo aan het vertragen. Tjus. Kon je mij dan zeggen dat er in een berg kwam waar dat je vertraagde? Nee, tegenligger. Dan had ik even gas kunnen geven. Ook al mocht het niet. Chris, ik kan normaal zien nu ook zien dat ik trap rijden of wat? Ja, al trap, alles. Trouwens, kan ik je dit nog helemaal terug bekijken? Ook. Waarom? Ik ben nu expres even de rap aan het rijden, want het is nog steeds bergop. Maar met 5 te rappen, dus dat is nog geen discriminatie. Ah nee, dat is gecorrigeerd legaal. That's what she said. Ik merk dat we op TMP zitten. Zo? Die servers zijn heel plagend, Jan.
Ik blijf hier om de 5 meter gewoon hangen. Ik nee. Ik heb hier solid 70 fps. Ja, maar uw fps moet ik niet bekijken, want die gaat ook goed zijn bij mij. Maar ik snap niet, dat is het. Ik de meest hangen. Ah ja, je zit aan het stutteren bij mij. Mijn stream is ook aan het vastlopen. Ja, ja, door die een boel. Mijn stream loopt niet vast, hè. Oh, wow, wow. Het is gewoon de game die zo doet, hè. Het is in de game, hè. Puur, hè. De rest is in orde, hè. Ik ben gewoon de hele tijd aan het laten rollen. Daardoor. Get ready to turn right. Niet zo goed. Arre! Dat is stil bij mij. Je stond echt gewoon stil bij mij. Neem mij niet kwalijk, maar ik ga even 85 rennen om je voor te zijn. Oei, dat is moeilijk. Allee. Amai! Ineens sta je weer stil bij mij. Ja, dat is raar, daar klopt gewoon iets niet. Maar wees dat je zoveel verder zit, dat klopt ook gewoon niet. Dus dat, ik zat ook laten op dezelfde snelheid. Ik vind dat raar, hè. Als je dan nu op de dingen zaten, hè, dan was het niet aan de hand. Ik heb dat alleen op TMP, dat echt soms zo vaak doet. Ja, die gaan toch even moeten wachten, zo. Die andere twee hebben mij gevraagd om even naar een bal te gaan. Dat is echt tof, man. Zo ben ik u aan het opjagen? Nee, maar ik weet niet. Dat heb ik niet gezegd. Ze biedt een keer 10 per uur heel die baan, hè? Oh, 30, dat kan ik mijn cruisecontrole opzetten. Maar bij wie? Dan was ik hier toch niet dan net voor u gegeven. Nee, maar moet niet uit. Ik ben gewoon op het jagen in de stoep servers hier. Servers. Ik ga ook optrekken. Ik wil niet weten hoeveel crashes die al hebben gehad in hun leven en nog altijd dezelfde servers bollen. Allee, terug mijn versnelling inzetten. Ik zit nu in mijn versnelling. Die game doet zo een ozel. Druk maar. Maat! Uw stream is wel aan het vastlopen. Zit je? Want ineens is het van een 2 seconden delay naar veel langer. Want bij mij, ayo. Op mijn beeld van uw stream rijk zou ik zeggen nog geen 100 meter voor u. En als ik op mijn map kijk, dan rijd ik hier echt al wat heel ver van u. Je staat niet eens meer op mijn map bij mij. Die fucking servers doen echt waar. Ik weet niet wat dit is, hè. Het is wel nog wel te gaan. Ja, ik weet hoe dat komt. Jij stond waarschijnlijk stil voor hem. Ja, dat weet ik. Dat dacht ik ook al dat daar ging zijn. Maar als je ziet, ik heb amper mijn millisecond, mijn latency. Is in orde, is nog beter dan waarschijnlijk die ene die tegen mij op heeft gekletst. Maar is uw ping? Ja, waar is die 30? Bij mij, ik heb een 8 ping. 7. Maar mij is altijd zo geweest, dus. Oh, de pinguïn daar gaat het er wel als je eens dat je vaststaat. Hallo, Nestu. Oké, nu heb ik 13, maar ik heb ook frame drops gehad. 18, heel even. Maar ik zit nu op 32 fps, dus dat kan. Zie, terug naar 40 fps en ik heb nu 17 ping. En nu 6. Zie je dat? Bij mij schommelt het alleen als ik heel even een frame drop heb.
Of ik zou gewoon je stream afzetten, mijn jong. Dat gaat al sowieso minder vastlopen. Maar zou dat niet niks mogen doen, hè, jongen? Nee, maar ik weet niet, er is ook zoiets leuk aan die PC's tegenwoordig, dat die niet te goed in timers resetten. Of ik weet niet wat. Dat je die uittrekt met de stroomkabel. Dat heb ik de laatste keer gedaan, die uittrekt met stroomkabel en al. En nog heeft hij ze aan dat hij een tijd actief in de zoveel dagen zat. Maar je mij dat snappen hoe die dat kan doen. Vergeet niet dat er in een chip zit, hè. Dat weet ik. Dat weet ik. Maar dan kan die nog altijd niet. Die kan niet zeggen van. Oh ja, maar je PC is al 12 dagen aan het bouwen. Nee, dus, dat niet. Staat je? Dat geeft hij altijd aan. Als jij in je tagbeer kijkt, doet je tijd actief. Dat is hoeveel uren, dagen, whatever, dat die aan staat. Dat klopt niet. Want die staat elke dag uit. Ja, je ziet in je instellingen een schone versie van Windows installen, hè. Maar het is een clean. Het is een. Of het je al eens gedacht om iets te doen wat ik binnenkort ga doen? Maar ik moet eerst mijn geld gaan halen voor een nieuwe harde schijf te kopen. Ik ga een nieuwe SSD kopen. Een M2. Dat zwaarder is. Ik heb een M2 steken, maar die wordt niet herkend. Ik ga alles verwijderen. Alle games, alle bestanden, alles. Alleen dat wat ik absoluut bij moet houden, zoals 5M en zo, behaal ik op mijn externe. Dat ik die niet kwijt ben, maar al de rest ga ik eens even verwijderen en opnieuw installen. Zelf Minecraft en al. Zelf programma's dat ik waarschijnlijk niet meer opnieuw ga kunnen downloaden, maar I don't care. Wat is hier aan het doen? Dat klopt gewoon eens niet. Ik zie een heel grote fout. Wacht. Ik weet denk ik waar het zit. En don't shoot me, maar ik gok dat Steam is. Je Mongolen zijn downloaden is constant. Ja, het geding is op de achtergrond aan het downloaden. Nee, ik normaal niet. Maar dat programma. Bij mij staat dat uit. Dat dat niet kan downloaden op de achtergrond. Als ik aan het gamen ben. Maar Steam doet dat wanneer het dat zelf doet. Ook als schakelt. Ik wil wel niet gemeen doen, maar ik ben er binnen 65 kilometer. Ik ben ook niet gesproken daar. Dus dat, hij moet ook niet zo. Ja, voilà. Nog. Ik heb het. Het al meer dan 500. Waarom wil je nu fucking Satisfactory updaten? Fucking. Kutsteam, denk eens na. Niets voor niks dat mijn fucking M-schijf zo hoog stond, hè? Die stond op 100% dat ik dacht van, what the fuck is hier gaande? Mijn schijven gebruiken amper normaal, in normale omstandigheden, max 3%. Hallo? Wel één voor de lastuur van Logitech dat ik nu. Aha, kijk maar. Gamen met Jade, jij wordt gereport voor reckless driving. Die heeft mij gewoon de pas afgesneden. Dat is heel erg gebeurd, heel vaak. Zo mensen haat ik, jong. Ah wel hè, je zegt dat ding uitstaat bij je, ik ben kijken hier, dat downloaden tijdens het game, dat staat bij mij ook uit. En nog doet het met. Nu jij. Klotezooi. Dat is omdat jij op je Satisfactory waarschijnlijk prio hebt gegeven. Bepaalde games kun je dat aanduiden. Ja, dat weet ik.
kaart kijken. Ik ben aan de afrit. Even mijn radio luiden. Nieuws. Nou dan. Bij degene waar ik sowieso mee dat heb opstaan is bij Eurotruck. Nou, daar weet ik ook van. Echt wel een beetje zoei. Nu terug een gangje maken, we gaan het anders zo. Allee, gast jong! Jor werkt toch niet lokeren, hè? Nee. Oh. Omdat er een twintiger een stalen plaat op zijn gezicht heeft gehad vandaag. Oh nee, die heeft hier al een kaal gezeten, Jor. Wat? Oh ja, nee, Jor heeft hier een kaal gezeten. Nou ja, juist, ik had dat nog gezien. Heeft hij hier in zijn barbehuisje aan het bouwen? Ja, hij was aan het spelen. Hij was zijn barbehuisje aan het bouwen. Hé, hallo. Fix die truc, dan zal hem starten. Nee, dat is het niet. Zo vaak geweest en niks in deze map klopt. Ja, nee, dat weet ik. De enige waar dat op zou kloppen, misschien een beetje, is Promots. Ja, hoor. Ja, ik herken veel dingen op Promots in Brussel. Ja, dat bedrijf is hier al. Hopelijk doet het nu normaal. Maar ja, juist één ding dat ik weet dat ik moet doen. Ik moet fixen dat ik terug meer heb. Maar wat ik nog altijd die ram gaan kopen. Nou, daar had ik geen tijd voor gemaakt. Dat zal ook wel gaan doen, zeg. Als die ram. Ik heb reclame. Goed hè? Ik heb zo'n leuke browser die dat eigenlijk kan bypassen. Niet alles. Jawel, ik kan iedere reclame op Twitch bypassen. Jeetje man. Je moet toch gewoon chance hebben dat Twitch zelf een conflict geeft bij hun eigen. Dan zit je de stream het kleine en het groot. Daardoor. Voilà, ik ben gewoon openrechtje X. Ik zie altijd de stream als er reclame is in een pop-up. Jawel, bekijk jij mijn stream nu via Opera? Kijk, via Opera, ja, en ik heb die pop-up gehad hier net. Ah wel, hè. De naaldrekker, die kan dat dus niet. Hij heeft altijd Chrome open doen voor mijn streams kunnen zien. Ik had dat in het begin. Nee, hij nu, hij heeft nog altijd. Bij mij is dat recent gefixt, want ik had altijd dat bufferprobleem of zoiets. Hij heeft dat probleem dat hij niks kan zien op Opera. Ik kon eerst ook niks zien van u. Aha, die plopkoek. Ja. Hey, is het leuk op u? Is het leuk op uw Chrome? Ja, Remco, ik ben juist klaar, dus ik ga dan. Nu wel op Opera. Dan is het eindelijk gelukt. Laat me juist nog die twee vraagtekentjes rap ontdekken. Ah nee, die ene vraagteken. Nee hoor, Remco gaat. Ik heb hier wel een garage. Die jong moet gewoon meekomen rijden, zo simpel is dat, dan is opgelost dat probleem. Ja, maar zijn vriendin heeft ook gevraagd dat ik in kal kom, dus ik weet niet voor wat dat is. Leek onder de sloef? I hope not. Je leek altijd onder de sloef, jij. Ja, maar ik zou niet weten voor wat. Ik zou het bij God deze keer echt niet weten voor wat.
Of het zou iets moeten te maken hebben met 5M. Die heel brutaal. Wat? Deze man. Ik heb dan toch liever de torso of de shoe discount. Nee, de footlocker. Die heb ik dan toch liever, ze. Hey, random Mark. In uw stream. Ja. Voor je Mark. Vraagtekentje, tanken en ik ben klaar. Net wat je zei. Een selectiebureau. Omdraaien. Omdraaien, ja. Ja. Oh, mijn schijf is terug los. Gaat je de jongen weer gaan pesten, ja? Kinky voor het drie. Allee, ik zal maar even al van call switchen. Tot zo, of ja, niet hè. Wat ben je met, zij zou beter meer rijden! Criss-cross crazy. En hier nog wel ergens. Rijden. Goed, voilà. Zo kun je de auto naar je pakken. Zo antwoorden gewoon, hè. Doe de meeste. Kijl. Mijn maat. Tjaas. Ik snap niet dat hier allemaal rapper is. Ik word er niet uit. Dat is schandalig. En nu gaat het dan terug doen, hè? Dat is gewoon spannend. Ja, nee, dat is Steam. Steam. Ik weet het wel. Ik snap niet wat Steam zich wil. Bezield voor fucking dat te doen, terwijl dat letterlijk staat dat tijdens het gamen dat dat niet mag. Is gewoon achterlijk geworden, denk ik. Ik kan niks anders erop zeggen. Ik zeg. Ik zeg opeens dat mijn dingen spelen aan het scherf zo of zo. Ik zeg gewoon, dat klopt niet. Dat weet ik toch niet. Maar de servers zijn ook niet top, dus veel verschillend. Hij is daar ook nog hier. Wat een schattig. Dus gaan we graag in plagen voor het zoek. Ja, ja, toet. Nee, kan ik zeggen, toet, alsjeblieft. Oh, doe dat geen maar. Dat is 3 seconden werk voor u normaal. Moest al terug zijn.
sneller, sneller, sneller. En daarvoor komt de drankskeer uit de kal halen. Wat had hij toch zo kunnen zeggen? Oh jee, ik zou heel goed gaan draaien. Top. Ah, mijn team. Ah nee, mijn ben. Ja, dat was het denk ik, hè, met die botsing toen, terjuist. Zo. Dat is niet waar, mijn game moet niet luider, stiller. En ik moet niet luider. Als ik nu praat, dan gaat mijn stem al naar het rode in stream. Dus, dat zal niet zijn, hè, mijn jong. Het is gewoon omdat ik wel verder af zat. Meer niet. Deze jongen is weer geploft. Oh, ze van me ook weer gezaten. Kom, we gaan een mechaniek zetten, hè. Ja, het bedrijf niet, want ik kom daar juist buiten, hè. Wat is hier een man? Was dat, hè? Ja. Hoe is het valk hier in de sky, ja. Waar ik mijn gaspedaal terug zo moet smeren. Jeza, man. Zie ik mag verder rijden zonder u dan, ja? Ik ga even wachten op Lopkoek. Waar sta ik eigenlijk met zo'n ding? Trailers. Trailer. En partners. Oh ja. Ah, oké. Okay. Als je maar. Deze. Echt waar, crazy. Is het? Fucking slaag moet ik krijgen nu. Ik weet van niks, jong. Echt waar. Merci, is crazy. Merci, is. Moet zijn dat er alle geluidjes gaan worden al nog, hè? Al die basisgeluidjes. Hey, Stefan, je moet er niet achter zagen. Deze man.
Zijn wij dan gereden? Ah, zo zeker. Doen we echt waar tot de bel. Het brengt me heel van de weer. Dat was de bedoeling. Mijn alert staan op, maar kan zijn dat je die niet hebt gehoord. Haha, maar ik wel. Normaal moet die afgaan en moet je die kunnen horen. Ja, jongen. Dan moet je er zelf voor zorgen. Als je die bij je wilt. Zo simpel is dat. Zal ik dat zeggen? Echt waar. Wow, Gela 2, hè. Echt waar. Gela 2, hè. Hij had al een pak slaag moeten krijgen. Muziek is jongen. echt waar. Hij een pak slaag moeten krijgen. Wat is dat hier? Peanut butter. Hoeveel ton? 19. Dat pak. 20. Dat is ook zo weinig allemaal. Zo, daar iets al pakken. Deze mannen. Deze kindjes. Ja, jong. Oh, goed. Bob, 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 bob. Crazy. Ja, dat ik de fucking pak slaag hebben. Crazy! Eet maar. Crazy mensen voor nog. Eet maar, ik ben eigenlijk met raad kunnen toe, hè. Trut! Normaal, oei. Hey, Stefan. Onthoud, je moet dat terugbetalen, hè. Oh, vijf gifted. Ah, echt waar. Is dat geluid nu doorgegaan of niet? Crazy. Ja, dat is niet goed verschillend. Ik weet niet, ik heb het nu stilstaan. Normaal zou het door moeten komen. Normaal, ja. Normaal nu zeker. Kan zijn dat er een foutje was. Waar is die van Crazy zelf? Waar staat die hier? Wacht, hè? Is hem daar? Kom eens kijken. Voilà. Had jij dat er straks ook gehoord? Ik hoop van wel. Anders had ik het nu juist gehoord. Hé, hey, streepbetaal, zo simpel is dat. Deze Sjaan is echt waar. Ik ben niet aan het partijzen, maar even een game. Voilà. Echt waar. Deze Sjaan is echt waar. Oh, waar heb je binnen? Echt waar. Ah, mijn stuur. Dan had ik langs de andere kant ook kunnen rijden, hè?
gevonden of zo? Wacht het, dan kan ik nog niet aan de trigger. Nee, nee, Remco, ik heb speciaal tegen die gereden nu juist. Omdat die Pipo langs mij doorging, terwijl dat hij daar niet mocht. Die moest achter mij blijven. Daarmee. Die is een fout. Maar ik doe dat bij zo iedereen die een fout is. Die echt zo verkeerd ding is en die zou tegen richting mij komen. Zorg ik juist dat ik tegen die zit. Dan hebben die ook damage. Kunnen ze daar niet ongestraft mee wegkomen. Dan moeten ze hun camion gaan repareren en zo. Daarom. Heel wijselijk dat ik dat doe. Niet voor mijn plezier, sir. De camion vermollen. Nou, wel niet leuk, hè. Hier gewoon een camion mollen voor onze twee. Nood. Cool. Nou, het is sterk slecht. Sst, sst. Niet als verklappen, jong. Niet als verklappen. Het is wat slecht. Ah, rechtje. Ah, nu komt hier opeens 3000 man aan. Wat doen we? Waar staat mijn knop? Hoeveel van ons er is? Een paar minuten. Niks. Waar we staan nou? Alle. Ik heb de schakel. Jij ook weer stoppen, hè? Oh, ik ben vergeten. Ja, dan gaan we een extra handje doen. Ja, zoveel meer rondes. Rot rap. Echt waar, crazy. Hij heeft nu een pak slaag moeten krijgen. Ja, eigenlijk allemaal. Oké. Want daar van bits heb ik het je minder, hè? Ik zal het straks even uitleggen. Echt waar. Maar je hebt geen zin. Dat ding. Oké, hier zijn we. Ik was al hier. Is dat waar?
Echt waar, tot de bel. Merci voor de tussenputs, ja. Echt waar. Gisteren had ze flots. Bij dat de verwarming hier te hel staat nu. Ik denk dat ik het kan afzetten. Zij doet gewoon alles voor die badges. That's it. Zij doet het gewoon voor al die badges. Dat is het gewoon. Wauw. Ben je boos? Ik heb jullie even een DM gestuurd gehad. Hoi. Eigenlijk niet op de baan kijken. Dat is gewoon wel gek. Dus dat moet niet, hè, tot de bel, echt waar. Ik heb een pak zaken laten verkopen nu, hè. Hey, Stefan. Meer als u, hè, dus. Ja, al die badges en al die dingen moeten we eens onder handen nemen. Of iemand die daar niet of van dingen is. Die iets wat kent. Allee, sommige dingen zal ik wel eens af kunnen doen, maar. Waar staat die idioot hier voor me? Echt waar, dit is Charles, echt waar, hè? Zaagt dan, klaagt dan, nee. Ze blijven bij wat je hebt gehad te van, jong. Echt waar. Deze Charles. Ik hoop dat ik nu warm heb van de chauffage, eigenlijk, echt, hè. Echt waar, crazy. Een pak slag gekregen vandaag. En je hebt chance, hè? Dat ik je morgen niet zie, hè? Hoppo! We zijn hier wel al vertrokken. Dus we hebben hier. We zijn meteen hier uit München vertrokken. Wij. Wij vertrokken. Ik nu. Met een lading peanut butter richting Salzburg. Doe me. Met die 19 tonnen van de rijden. Ik ben aan het rijden, met de flut. Oeh ja, mijn trailer 28%, die is ook eens binnen steek terug. Ja.
Allee, weg veel, dat is goed. Ik moet 19 kilometer doen, maat. En ik kan nog 300 rijden. Ik kan 400. Ik zie geen probleem op. Kijk wel eens in geplaatst bent, dat ik nog niet ben geweest. Nee, vriendschap. Crazy, zit daar weer klopt. Dat ze morgen terug opkomen. Moest je dan bereiden? Voor het komende doen, halve maand, van maand. Zo! Met versnelling. Motor uit. Hop. Excellent. Hola, ben je aan level 90? Ik ga hier weer vooruit. Cargo market. Ik heb wel moeten zien dat ik mijn dinges doe zelfs. Mijn trailer terugmaak. Is dat weer aan ons aan het doen? Niet? Ja? Oké. Dan is het goed. Binnen dingen. Dat heeft me geen geld op. Alsof dat geen bedrijf voor dat geld. Ja. Oeh. Ja. Die levert goed op. Op die afstand. Hij is nog net geen 1000 kilometer. Holy shit. Moet eens kijken. Maar die is ruim haalbaar. Als er geen idioten op de baan zijn. Wat zou ik doen? Hier die beverages van 23 ton richting Roemenië, of zou ik hier die medical equipment 5 ton doen naar Instabruk? Voor mij mag ik niet uit. Een crazy cannon zegt hij sowieso die beverages. Ja, het zou van ook zo. Toen zijn we van, maar bon. Zullen we beverages anders pakken? Ik heb dorst, dus het gaat warm. Rollen. Wat ben ik nu zo te leveren? Ik wil het tanken. Juist. Als je zo ook zo'n mager plaatsje maakt, zeg.
Heel dat stuur al onderin gekapt. Loop, dat je het terrein schrapt. Ik hoop dat ik hier direct de plaats vind waar ik kan. Dank je. Heel dicht eraf gereden. Oh. Platte nou, joh. Dan moet je even moeilijk doen. Schakelen, dank u. Hé, hey, zien we die instelling van ATS die ik heb staan met schakelen. Zeg maar, amai. Pak beter. Hey, ik sta weer letterlijk juist stil, hè. Dus we gaan weer, hè. Mijn rekeningsgebied zijn om te tanken. Dan moet ik alles schokken waar ik ga moeten betalen om te tanken. Het zal wel een deftig prijsje zijn. Veel te veel. Dat is een feit. Dat is een feit. Top. Kunnen we dat zorgen dat kan doorgestuurd worden via mijn via YouTube? En dan kunnen ze dat binnenkrijgen, NASA. Direct geklikt. Ja, amai, die barrière gaat dus rap open. Dus geef taas op, een barrière dat rap open gaat in dat spel hier. Wat nu dan? Dat is een andere vraag. Dag meneer, moet je in de kaffee koken? Oeh, jet er geen. Echt hoor. Schandalig. Ontslagen! Oh, echt waar, kunnen die ook weer bij van de meest fantastische plaatsen kiezen? We waren al buiten. Dat is ook gezien. Ja, ik zei wel een geitje, Jos. Draaien. Keep on moving. Move it.
ineens kijk dat ik tank het er kan bij zetten. Oh, ik kreeg pijn. Ik zal het zo doen dat ik dan als zacht effectief neem. Dat zal wel weer nodig zijn. Ik heb mijn eigen. Ik ga hier gewoon rechtdoor, hè. Ik ga nu tussen hun, hè. Ik heb plek genoeg rechtdoor. Och, nog een meter van de vuilbak af. Oh, plek genoeg. Kom, maar hier over, nu. Op te dragen. Kantel u anders pak aan, zom, kom je om. Je moogt het. Ik ga de gaspedaal nog eens moet gaan smeren, want amai. Die piept zo af en toe als ik. Niet te piepen, ze de bazen verstopt. Muisken is mee. Zoals ik op de nu gelukt is. Ah, dan heb ik echt gesust. Klim, klang. Ah, daar staan we dan. Wel, ik kies eerder toch de lichten van een merkertruck. Die ik aan de overkant staan, dat ziet je veel beter. Het is goed dat je ook anders kunt. Een paar mensen meer te zien. Komt terug in het leven.
Wat een boerengat! Ja, die had daar dan moeten stoppen, nice. Nu, staan 1,75. Heel lang een duurplaats ook nog op dat tankje. Holy. 1000 ballen, ik heb 1000 ballen kwijt. 217. Ah, mei. Even een minder bedeelde loodje af kunnen geven. Hoppa! Weer een dopper die kan gaan doppen. Doe me, dat gaat dan geld. Dat is het enige voordeel als je zelf geen camion hebt. Dat de vrijwuur betaalt voor het tankje. Ik op tegen de tijd. Vanaf nu je trekt op bergen omhoog. Hier ligt die aan. De poten kraan zien. Hop, 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 hop. Dat is veel te vroeg, want ik niet een twist kon rappen rijden, dat gedacht hè. En dan zal ik die hier ook op. Dus je snel wordt, dan had je ook al wacht. Pipo. Wow. Het is maar goed, je had op wel veel plaatsen in camions. Dit hier heb ik al een drie camions tussen. Hey, dat is ook een optie, 3 camions te slaan om een grote konvooi te laten lijken. Terwijl het niet is. Het wil te veel doen waarschijnlijk. In die kuren. Nee, oh, oh. Ah, pinkers uit! Ik kan wel recht door ook met hem, want ik ben voor de afkus hier. Zeg, is die in Brussel hier nog niet terug? Amateur. Moet die gewoon een pak sleeg verkopen, het is opgelost.
Hem kende wel, ja. Doe druk, terug. Allee, jongens. Echt waar. Ah ja, kan gebeuren. We willen niks aan doen. Hey, dat is dat moment van, van de maand, hè, jongen. Het is normaal. Dan noemen ze Tata stonden. Ja, regelmatig updates doen, hè? Standaard al, hè? En dat is niet zo aan de hand, hè? Met de rampen. Zeg, Draakske, is het onder één brandtorno dat er ligt, of onder meerdere? Epa 19! Nog amai! Ja, doe niet er onder van aan, je weet het dat toch, onder die fabriek. Ik had nu eigenlijk verwacht op Satisfactory te straks eigenlijk, maar blijkbaar niet. Goed. Ja, ook al. Nu naar de 1.20.2 en dan daarna is het terug naar de 1.21. Oh ja, maar dat duurt toch even, dan krijg je die 1.21, die update van 1.21. Dus nog wel even. Ze kunnen nog denk ik een half jaar doordoen. Ja, je weet wat ik wil zeggen. Ik weet niet wel natuurlijk. We gaan doen van alle plugins op die je al hebt. Dat is dan normaal hè, dat je iets lager pakt. Want dat is maar dit teken eigenlijk, hè. Want soms is naar 20.2 of zo te gaan, maar een minor. Dan hangt het nog af als het van server bound is of niet. Ja, maar ja, dat is niet zo essentieel, hè. Als je de map hebt die wij gebruiken, die map niet nodig, hè. Is hier rechtsaf of wat? Waar is het? Oh, pinger moet niet. Ja jongens, dat kan je. Mocht zo lang rijden. Dan krijg je het weer niet mee, hè. Doe maar.
Je kunt ook nog eens meer reizen, dat is lang geleden ook. En de trein raak ik nog niet gemaakt, hè? Echt waar. En jij helpt me daar allemaal echt heel goed aan denken. Wat doe ik goed? Op de snuifelen rijden of wat? Ja, het rijden zelf is valt wat mee. De stream nog, hè? Maar ja, zoals gezegd, IMP, hè? Je wilt er niet op, hè? Dat is gewoon het probleem, hè? Zo doet het over, ja. Ligt niet, jong. Ligt niet, jong. Hé. Hey. Het hangt er alleen vanaf welk merk dat je mee aan het rijden bent. Want bij mij weten gaan die Volvo-remmen nog altijd goed. Ik heb al gehoord dat ze Scania-remmen in een Merkel-truck gebruiken. Dat is de merken bij Jarre Crazy. Ziet, ja, dat kunt er. Hey, dan zal het sowieso uw remmen niet zijn, jong. Zal die remmen sowieso niet zijn. Dan is er geen gewoon te lui voor erin te komen, ja. Scania. Miss Scania komt er ook nog eens tussen. Zonder die op antwoord, goed? Deze, en dan praat ik tegen iemand die letterlijk alles heeft van die game. Elk paintjobje, elk prulletje heeft die man. Echt waar. Schandalig. Luister wat ik erop kan zeggen is. Over power! Ik bekend. Scania is er bijna, maar niet helemaal standaard boven eerste plaats. Ja, dat is zo echt niet. Zeg, Crazy, weet je dat niks aan doen dat je met een teddybeer rondrijdt, hè? Sorry, ik kan het niet laten. Crazy en haar teddybeer. Dat is toch. Het is Kelly al te goed bekeken, dat is just een teddybeer. Het is zo! Kan je dat echt nog eens even die zaak moeten laten zien, hè? Schandalig! Dit kan ik hier niet 300 per uur rijden, hè? Doe het hier daar met jou. Een airco gaat in de camion. Stuk!
simulator dat je op een bepaald merk van truck, van tracteur kiest. Ja, voor Twitch call heb je het, jong. Zag de bekende. Elk ritje wat je doet is al goed, hè? Moet je denken, hè? Oh, dan moet je dat zeggen, hè? Huts en fluts. Echt waar. Oké, ze moet je dat zeggen. Ik wil de volgende keer op TMP gaan op American Truck. Hoe nog minder, jongen? Nu al hier rond. Ja, maar dat feit is een paar vriendelijker. Hij wil gewoon je CB niet verzetten. Matthias. Waar ik een halve 50 rijden. 50 rijden, waar? Echt waar? Ik kan dit ook, jongen, dat je misschien naar Voigtheimer minder kunt. Het is niet dat je nu al veel hebt gereden, hè, dit jaar, man. Dat zit er ook crazy gewoon. Maar ja, dan moet je daar al kijken wanneer het daar eigenlijk zaakjes druk is voor daar te rijden, want daar zit je anders nog geen kat. Waar gaat hij weer aan het vertragen? 70 met een maat. Ja, meestal staat het s'nachts voor ons. Zie wanneer dat haalbaar is dan, hè?
Wat is dat? Bij ons 8 uur zeker. Is dat niet zoiets? Dat is overigens de normalere tijd is. 28 uur of zo. Is dat niet? Weet jij, we staan weer hoog. Deze is niet normaal. Het is niet waarschijnlijk weer die er nu aan toe is. Maar is die zo weer aan het updaten en het is niet normaal. Ja, dat is ook nog een verschil, dat is feit. Ah, in het midden dan. Althans, te zeggen dat ik een tukkie wilt hebben. We moeten meer naar rechts blijven, hè. Moet je eerst zorgen dat je vroeg genoeg begint, dat je eerst de ene kant hebt en daarna een lange foto dat je daarna van de andere kant hebt, dat is crazy. En dat is alles gaat, hè. Ja, joh. Oh ja, vandaar. Zeg Crazy, heb je nu veel extra speelgoed in je modmenu of niet? Of zou het ja als je er nog zit? Kun jij misschien antwoorden? Het is uit! Echt waar, pak slag. Jij hebt dat bepaald menuke, dan gaan we waarschijnlijk al vooruit en dan bekijk je het nog. Ik kan niet weten wat jij ziet, hè. Ah. Nou, ik kan niet zien wat jij ziet, hè. Ik zie een heel ander scherm voor mij, hè. Ik zou mensen echt richting Calais of zo terug moeten gaan om die terug op te zoeken. Maar Calais zelf is eigenlijk niet zo interessant, zeg. Dan moet je nog eens kleinbanen nemen in zo. Ah, maar dat was miserie. Kleinbanen heb je meer prol en miserie dan op de grote banen. Toch maar een keer. Oh, mijn baan.
vertrek, vertrouwen of wat. Maar nee, het is gedaan, zeker. Plus mee is goed gereden, dus. Dag jongen, prettig razen! Oh, jeuk. Ik zie op elkaar alleen maar crazy staan zo in de hele chat. Hier en daar af en toe zo'n draakje, maar daar stopt het. Ja, ja, ik wel. Mijn truc is weer niet opgestart. Echt waar. Rommel is truc. Moet niet opstarten wat je gedaan. Moet opstarten. Ik weet echt wat je wel goed ziet. Alles van hem slak. Eigenlijk is het zo koud op die baan, ja. Ah. Is geen luchthappen. Off. Dacht je die bocht omhoog? Wees realistisch. Wat? Een GPS in doen? Bro. Wat? What the fuck?
GPS is echt naar de zak. Hier rond gaat er helemaal bij zijn GPS. What the crazy, zie je dit? Ja, maar opeens, ai, is daar weer dat ik dopen zet, want ik zag hem weer springen. Toen want ik, ai, dat is toch 300 en, kilometer dat je juist zag. Nu springt echt hier opeens hier even zo 1600 heel die. Ik moet helemaal terug naar Budapest volgens dat ding rijden. Kloeten ook. Schuil alle levering te laat wat hebben. Ja, dat doe wel, maar deze hier niet zo. Deze rijdt hier nou recht door en Jerry breekt maar. Stoemen niet. Schandalig. Kom, ik ben hier 80 uur rijden. Die sessie is heel irritant. Ik ben echt een meter op een wat. Ja, heerlijk. 5 uur na het rijden. Ik is een beetje zien wat hier nog klapt, zeg. Hier zijn we naar rechts. Deze GPS is loco! Zo'n cursed ding is opgegaan of zo. Fuck. Je net hoort gewoon niet dat ik de brug aankom, denk ik. Want dit is 21 dezelfde weg dat ik moet doen. Naar die. Dora ding. Dus dat is raar. Wij zijn dat ik hier spit, hè. Aan dat tankstation, dat smalbaantje gaan pakken. Ik ga gewoon rijden hoe ik kan zien op die GPS wat effectief hetgene is wat ik zou moeten doen. Dat is waar ik nu bezig ben, maar ja. Als dat nu iemand is die nieuw is in de game, die flipt gewoon, hè.
niks van die tijd klopt nu of dergelijke, allee. Vijf per uur moet ik weten ook, ja, met jouw chat. Goeie! Ah, dan. Gaan die barrieren nog tussen fucking traag open? Wat maar hadden, je gaat mij hier op de camera zetten. Daar hè? Dat ik hier ben ingereden. Toch niet? Hij wij bitches. Ik zie heel keer toch al ver. Jij zit ook slim, hè? Jij hebt met de vehicle inspection aan, omdat nog een moment aan mensen op erbij is. Wat zou ik doen? Zou ik effectief hier nu zeggen van voet en ik pak dat smal baantje? Of zou ik gewoon de grote baan pakken? De grote baan heb ik al gedaan, want ik zie volledig. Small bunch of pocket gum. Here he says, even aan de kant staan aan de pijstje, ga ik even tot stoppen. Dan ga ik eventjes naar het toilet. Ik heb het bijna opgemaakt. Oké. Ik heb juist geherbergd, maar het is te goed nu. Dat is toch echt voor geen video die nog te goed bent, hè? Het is misschien niet de plaats, maar het is beter dan niks.
The boys, girls. Be right back. Thank you.
Bon. We zijn er weer! We kunnen Crazy terug gaan pesten! Hapsa! Je wist gewoon dat ik het ging zeggen. Maar ja, van mij mogen we ook de ADG pesten, hè? Iedereen mag dat van mij. Met plezier. Of die een andere doet met zijn patat in zijn mullen. Je mag ook van mij. Bon. We gaan weer eens verder heen. Ja jong, je zit gewoon een amateur en je kunt niet multitasken. That's it. Maar wij gaan hier verder rijden. Dat gaan wij doen. Zo, gaan we eens rit. Maar ons GPS zegt een heel ander streep. Bon. Je gaat die mee blijven ronddraaien, hè. Och, je kunt dat wel zeggen dat je het speelt, dus je het gewoon geen. Ha, ol aan het doen, volgens mij. Bewijs, jong, bewijs afleveren. Nu! Wat? Echt, die GPS weet het niet meer. GPS is, ik denk dat er een nieuw landkaarten-update moet komen op mijn GPS hier. Een klein beetje verkeerd. Mooi. Dat is toch echt niet te doen. Ik ben wel heel de tijd uitlaten nu. Relatief. Echt niet normaal, hè. Tachtig. Hey, gasten dan. Ik ga het schakelen. Ik moet veilig te rijden. Mijn lijn blijven. Neon. En Stefan, vergeet het niet, hè. Geen vierkantige huisjes bouwen, dat vraagt toe te beginnen. Dat doet het toch altijd graag, hè. Je weet, uw uitdaging staat toch altijd, hè, bij ons, hè. Het één project dat je sowieso nog moet doen, hè. Vraag 5, wish, dat is gewoon weg. Samverdam. Zelfs nog bij een nieuwe trailer aan het rijden die ik heb. Hela. Het gaat er toch ergens, hè? Ik heb weer een nieuwe trailer. Maar nee, dat is niet de enige er. Gas geven zij dat is zo op het leken. Dat zal dat ook eens doen. Kom aan, wacht erop.
moest wel een schrapperij. Uiteindelijk. Zo sterren. Dat zal moeten kijken. Zowel die teken uitkomen om tussen maal naar links. Daar komt ie. Die GPS is echt loco. Ja, ja. Stof. Zeg, Remco, had jij uw kaart van de GPS in mijn camion gestoken of zo? Amai. Daar ben je niet meer uit. Je rijdt altijd 10.000 kilometer verkeerd, ja. Nu heb ik aan dat. Een groot ego. Nee, zeg, heb jij, is die kaartje van de GPS wel nog in je camion, ja? Ik pijs dat ik een koudje heb. Want wat die GPS hier nu doet, amai. Ja, maar ik, hoe koudje moet ik niet pikken? Als ik zie hoe je GPS gaat, ja, dat is zot dat ik hoe koudje heb, hè? Vraag ik me af hoe dat niet bij mij is gekomen. Pas het, ik weet dat ik het weet. Dat is Jar's schuld, jong. Jar heeft iedereen gestoken. Ja, sowieso, hè. Je kent de regel, hè. Is het niet uw fout? Is het niet mijn fout? Is het onze fout? Dan is het nog altijd Charles' fout. Maakt niet uit wie zijn fout het is. Het is en blijft Charles' fout. Nu moest je jongen hier in zijn kal zitten voor zijn leggen te kunnen verdedigen. Maar dan moet je het. Zo. Ik ga eens kijken, er staat er iets zo gewoon zo. Een waypoint zo naar daar eind zo. Weet ik veel. Ja, dat vond je ineens ook. De GPS is eigenlijk gewoon niet update, dat snap ik. Ja, joh, niks aan de hand. Allemaal Jar's schuld. Dit was die GPS, hè? Dat is die GPS' schuld, hè? Die GPS, die maakt die route alleen maar groter en groter en groter. Echt waar. Ik weet niet wat ik nog moet denken van die GPS, hè. Echt.
tijd in als ik hier in mij rondgereden altijd. Ik heb er bij gestoken. Centrumbekaan. Zelfs eerst tweede rechts. Hier. Een afrit is hier van een land naar links te gaan. Logisch. Oh, dat lukt nu wel, het is de volgende gewoon rechts in. Wat is. Hé, maar ik kan ook misschien langs. Wel afgeschreven, punt. Ik heb hier een raak. Ik heb niks GPS gepikt, echt niet joh. Waar ben ik met een GPS die zo braag is? Allee, ik snap het echt niet van de game. Allee, bruh. Wat gaat dat nu zeggen? Ja, je hebt zoveel kilometer te weinig gereden. Ik heb zelfs meer gereden nu dan ik normaal was. Door daar een hoekje mee te pakken van die smalbanen. Och, zal maar zwijgen over vroeg, hè, jongen. Goed. Holy shit, nog 10. Oh, ja, en dat moet dan nog eigenlijk van drugsboeks zijn, hè? Ah, van external contracts, hè? Van World of Drugs. Ja, trommeltjes. Wat zal daar pakken of zo? Toch. Was te ver rijden, mijn goesting, jong. Ik heb geen goesting in. Ik ga eens een kleintje doen.
Kleintje doen. Ja. Not. Nog korter. Pak, pak, pak. Was hier, die en hier. Wel pakken. Wil je er iets? En dan niet. Hier om bij staan. Maar waarom moet ik dan nu zijn van die GPS? Huh? Ja, gewoon door een poortje rijden. Mijn GPS-instelling staat normaal juist. Maar het is raar gewoon dat die nest, dat ding, die... Dan staat die het beste. Oh, ik dacht dat hij hier stond, de 3-5 stond. Ik dacht dat hij 3-5 stond. Zou je het zelfs laten zien, maar... Maar het is alleen vandaag dat hij effectief zo F doet. Gameplay. Amai, dan is het moeilijk op mijn gameplay. Ziet best, navigatiemodus. Dus dat is juist. Oh ja. En blaming me. Is je niet de min van die? Wat is die ook nou daar? Holy shit. Ja, wat dan uit. Ja. Moet die weg proberen. Ja, dat is toch aan de moeite, hè? Dan wij ik schrijven parkingske. Fuck off. Wat een hidden road. Ik heb niks meer in dat stukje. Ben je zo'n deel?
speed limit van 60. Dus schandalig is hier. Je tijd begint te pompen waar het andere ding is, was 50 was. Nou dan! Nee! Heel klein. Moet er vanaf hangen of jij er zijn of niet? Dat is een heel klein jongen. Zo doen, 93. Als dat de hele tijd piept, dan wel. Zoek een manier om rondpunten te bouwen en te plaatsen. Oké, okay, ja. Dat is een goede, deze is een goede rondpunt voor Stefanneke. Daar gaan we eens op vliegen. We gaan hem effectief vliegen. Ah wel, hè. Binnen de 116 kilometer. Kom en probeer te breken, check het dan. Ik wacht. Ja, hier is dat, de Van Rondpunt. Speciaal voor hem gemaakt. Valt op. Hier vandaan. 100 kilometer, hè, jongen.
Wat, dames? Bijna. Nu was hij zo te kalm. Wow, zie je nou? Stefan, waarom doet je dat nu? Al langer met mij dan ik dacht. Alweer drie uur het. Schandalig. Punjabi? Staat hij dan zo wil, dan zo wil. Kies toch iets, jong. Kut. Want. Zet hem bekend. Oh,
Zo weet weer van niks, hè? Ik weet een keer ook van niks, zeg! Moest die een gravel gaan testen? Dat is ook goed aangedampt, als goed aan het weer. Voilà. Goeiedag. Oh nee. Ik kreeg al instant kop in. Man. Ik kan meedoen, maar ik kan het stuur niet aansluiten. Deze man. Ik kan gewoon doodsimpel Xbox controller. Dat gaat ook bij het bakje. Kijk, wacht hier. Straks is zo, straks of morgen. Zit je op normale ETS ondertussen? Nee jongen, ik zit nog altijd op TMP. Maar hier zit er een keer kalm. Hier. Dat is meestal zo echt die uiterste hoeken. Daar is relatief kalm. Je ziet hier en daar wel mensen, maar je mocht niet klagen. Het is geen kalij wil trainen, hè? Ja, is goed. We moeten zelfs terug naar Brussel gaan. Hey, kan je eerst iets anders doen? Wat dat? Je mocht zelfs nog iets zeggen. Wat zeggen? Zo zelfs al zien. Chris heeft waarschijnlijk al genoeg. Boys, girls, dat jongens een beetje dat papier, jongen, lap en whatever dan ook allemaal. Ik had er op mijn kop van een uur of twee max te streamen, maar het is weer uitgelopen, leg altijd. Ik wil hier, crazy, gisteren, echt waar, smeerlap. Merciekes, gij, crazy. Voor uw eerste sub te doen. Daar heb ik ook nog. Merci. Waar staat hier allemaal? Mensen allemaal nog terug scrollen, grotendeels. Kan ik niet alles terugzien of wat? Wie is dat nou? Boeien. Dan Remco G ook nog voor je prime sub. En ja, krijg je nog eens voor die 5 giften. En nu 1000 biddies. Niet vergeten. Jeez, echt waar. Echt waar, Casey. Boys and girls. Ja. Onze ADG hier is. Zie je alsof je de tekst ondertussen kent. Stefan. Ja. Hoe eindig ik mijn stream? Beste mensen van Random Stranger 75, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond en bedankt voor het kijken. Vergeet niet nog te followen en te subscriben. Tada! Zo goed? Crazy? Clip dat! Nee, zo is het niet. Oh, echt waar. Iedere keer al. Van het begin van de stream ook al. Oh, boys and girls, jongens en meisjes. Crazy? Zegt jij het anders? Ik wacht op u in de chat. Toen was er stilte.